Hubert Bruls is precies 10 jaar burgemeester van Nijmegen. De stad heeft in dat decennium bepaald niet stilgestaan. Zo kwam er bijvoorbeeld een stadseiland en een nieuwe brug over de Waal. Bruls zelf werd vooral de laatste jaren veel bekender door zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Op de Waalkade kijken we terug. De burgemeester beantwoordt vragen van Nijmegenaren. En we blikken ook vooruit. Hoe lang wil hij nog burgervader van Nijmegen blijven? Meneer Bruls, dank dat u ter gelegenheid daarvan wilt aanschuiven op de Waalkade. Ja. En er is hier in de buurt alleen al een hoop veranderd de afgelopen 10 jaar. We kijken naar een eiland wat nieuw is. U kijkt naar een stadsbrug die nieuw is. De stadsbrug die is in 2013, dus een jaar nadat ik kwam, werd die geopend. En het eiland was toen nog, moest zelfs nog gegraven worden. Ik kan me nog herinneren, de eerste schop. Het is pas 10 jaar geleden, maar het lijkt al als vanzelfsprekend, hè? Alsof het er altijd al was. Ja. Kunt u snel wennen aan al die veranderingen? Ja, toch wel, toch wel. Je kunt, ik merk zelf ook de gelegenheid van dat jullie dat interview houden, ga je zelf natuurlijk ook nadenken van, goh, wat is er gebeurd? En dan denk je toch wel, hoe was dat nou in 2013 of 2014? En dan ben je er toch wel helemaal op ingesteld. En sommige dingen komen ook wel terug, dat zal ook wel aan de orde komen. Maar de veranderingen gaan vaak natuurlijk geleidelijk. Hè. Zo'n brug is natuurlijk super spectaculair, maar bijvoorbeeld de bouw in de Waalsprong gaat natuurlijk stap voor stap. Behoorlijke stappen mag ik wel zeggen, ja. Maar dat gaat dan toch natuurlijk, daar wen je wat langzamer, daar kun je meer op inzetten. Je ziet als het ware de huizen en de wegen komen als je er regelmatig komt. En heel veel plaatsen, hè, ook waar we hier zijn, in onze mooie oude centrum, daar is ook gelukkig heel veel hetzelfde gebleven. Ja, bent u zelf mee veranderd met de stad? Nou, dat is onontkoombaar, denk ik. Al was het maar omdat alles wat vanuit de rol als burgemeester nieuw was. Ik was natuurlijk al eerder burgemeester in Venne, dus je neemt een aantal dingen mee, je hebt ervaringen mee. Maar je bouwt ook nieuwe ervaringen op en dan ga je mee. Ik denk dat ik daardoor bijvoorbeeld veel rustiger ben om op dingen af te gaan. Je weet gewoon als er ergens iets komt over overlast of een nieuwe ontwikkeling, dan weet je dat daar bepaalde kenmerken van zijn. Ja, die heb je jaren geleden ook al eens gezien. Dus je weet ook dat sommige dingen gewoon langzaam gaan. En soms weet je ook, hier moet juist heel snel iets gebeuren, omdat het anders misschien uit de hand loopt. Nou, in die zin verander je wel mee. Hè. Dat is gewoon ervaring die je opbouwt. En je raakt ook meer gewend aan de dingen die er waren. Nu 10 jaar burgemeester. Ik denk dat veel mensen u associëren met 2 zaken. Dat is denk ik die coronaperiode waarin u een belangrijke rol steeds meer hebt gekregen. En toch ook uw rol als handhaver van openbare orde en veiligheid. Is dat misschien wel de belangrijkste rol van een burgemeester? Ja, corona is natuurlijk mij net als iedereen overkomen. En dat je daardoor door een bepaalde positie, omdat ik voorzitter dat had niemand voorzien. Nee, precies. Dat kleurt nu die afgelopen 2 jaar. Maar ik zeg altijd, maar er waren ook 8 jaar ervoor. Hè? Ja. Dus, en er komen ook nog een aantal jaren. Dus het was een hele belangrijke periode. Misschien wel een van de belangrijkste in de mensen die nu leven. Hè? Maar dat kun je misschien pas over 10 of 20 jaar echt beoordelen. En handhaven opbouwen is gewoon een taak van een burgemeester. En zeker een stad als deze, waar inmiddels zo'n 180.000 mensen wonen. Ja, er is elke dag, elke week wel wat aan de hand. Toch vind ik het niet de belangrijkste taak van een burgemeester. Ik vind het één van de belangrijke taken. Ik vind voor een burgemeester is net zo belangrijk dat je als burgervader of burgermoeder tussen de mensen bent. Heel veel verschillende mensen, groepen, verenigingen, organisaties ontmoet, daar ook de contact onderhoudt. En dat is ook wel iets wat veranderd is. Na 10 jaar heb je natuurlijk een geweldig netwerk opgebouwd. In de stad en buiten de stad. En daar profiteer ik elke dag van. En dat zijn van die burgemeester in de stad is minstens zo belangrijk dan dat je een aantal specifieke verantwoordelijkheden hebt. Bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Dat hoort ook een beetje bij elkaar. Mijn stijl hoort bij elkaar. Ik geloof, ik speel niet bij het ene rol en bij het andere speel ik ineens een hele andere rol. Het hoort erbij vriendelijk en vrolijk zijn, maar ook streng. Streng als het moet. Dat hoort wel bij mij. Ja. Dat hoort ook bij hier mij. Op de Waalkade heeft u ingegrepen bijvoorbeeld. Ja, dit is een plek waar ik ook, zeker ook hier met het basketbalveldje, daar kan ik. Dat is dan beroepsdeformatie. Daar kan ik nooit naar kijken om te denken van, hoe ernstig was dat eigenlijk 2 jaar? Wat vervelend, dat je nooit gewoon kan kijken, goh, wat een leuk basketbalveld. Nee, dat is ook een horecagelegenheid die ik niet ken. Dat vraag ik altijd even bij mij intern op het stadhuis en bij de politie na, van wat is dat? Voordat ik daar eens naar binnen ga. Dat hoort gewoon bij het vak. Ik kan me niet permitteren. Zijn er dan dingen om de foto of de film staan met mensen die eigenlijk, als ik kende, ondermijners en criminelen te boek staan. Dat betekent in sommige gelegenheden ga ik ook nooit
nooit heen. Ik ben sommige restaurants waar ik in het verleden kwam al jaren niet geweest omdat daar iets gebeurd is. Okay. Dat hoort bij het vak. Dat hoort bij dat is wel de functie die je speelt, de voorbeeldrol die je hebt. Dat wel eens misgegaan? Dat je toch op een foto terecht bent gekomen waarbij je achteraf dacht... Ja, je kunt dat natuurlijk nooit beter. Helemaal vermijden. Ik kan me herinneren jaren geleden dat tijdens de Vierdaagse, ergens op een van de middagen, dat de wandelaars terugkwamen, was ik ook in de stad. En daar stond ik bij een horeca geleden. Ik ga de naam niet noemen, want die had er niks mee te maken. En dan kwamen er een paar van die motorgang-types... ik geloof bandidos waren het. En die liepen omheen, hadden van die hesjes aan. En wilden ook nog apart een foto mee hebben. Nou, dat laatste heb ik geweigerd. Yeah. Maar ja, het valt niet te vermijden dat mensen dat zien en iemand van afstand een foto doen. Is dat vermoeiend om daar de hele tijd mee bezig te moeten zijn? Ja, het is een beetje tweede natuur. Het hoort erbij. Bovendien heb ik ontzettend goede mensen om me heen. Bij de gemeente, afdeling veiligheid. De mensen die alle werkbezoeken regelen, politie natuurlijk niet vergeten. Dus ik hoef niet alleen op te letten. Nee. Het meest vermoeiende is nog wel dat je positieve dingen die je wilt doen, het nieuwsgierig zijn, wat ik ook wel ben, dat je dat niet door laat belemmeren. Ja. Dat is het meest vermoeiende. Wat je neiging is, ik ga er precies, naartoe. Dat je niet, en dat is ook waar ik op moet letten na 10 jaar, dat je niet te zeer die tweede natuur bij wijze van spreken, die reflect van... afstand houden, dat je die overheersen laten zijn. Nou ja, mensen moeten er zelf maar beoordelen. Ik denk dat ik nog steeds nieuwsgierig genoeg ben en een goede zin genoeg heb om op mensen af te stappen. Hè. Net liep hier ook mensen langs, die spreek ik dan gewoon aan. Dan weet ik ook niet wat je tegen moet treedt. Ik hoop dat dat niet te veel belemmerd wordt, want ja, ik kan niet anders aan toegeven. Er zijn natuurlijk wel wat mensen die actief zijn in Nijmegen of in Nijmegen wonen, waar ik een zekere afstand van hou. Gewoon simpelweg, omdat ze in criminele sfeer aanwezig zijn of geweest zijn. Ja. De afgelopen 10 jaar zijn er natuurlijk, zoals in elke stad, een heleboel demonstraties geweest in Nijmegen. Is daarin iets veranderd? Ja, dat in karakter of in kwaliteit, kwantiteit zal ik maar zeggen. Kwantiteit sowieso. Ja, het is echt, als ik dat vergelijk met 2012, 2013... Ja, toen had je wel eens een enkele demonstratie. Maar stel je voor, het begon daarna met de anti-Zwarte Piet demonstraties. Ja. Mensen die voor hun overtuiging opkomen, dat er steeds meer worden. En ze zijn ook wel fanatieker. En dat betekent ook iets voor de inzet van openbare orde. En corona heeft dat misschien nog wel wat meer opgezweefd. Maar het was daarvoor ook al plaats. Het was ook al in 2019, 2018, 2017 was het aantal demonstraties fors gestegen. Ja. Met ook meer inzet van politie die we nodig hebben. Dat heeft twee kanten lijkt me, die medaille. Op zich mooi dat mensen voor hun mening opkomen zonder en daarvoor meer, iets willen doen. Maar het grimmige karakter die het vaak heeft is natuurlijk niet fijn. Het kost ons een hoop inzet. Ja. Vaak voor demonstraties waarvan ik denk, nou, laat die mensen toch demonstreren. Het zit hem vaak, moet ik erbij zeggen, niet zozeer in het gedrag van de mensen die willen demonstreren, maar de mensen die erop afkomen. Kijk, ik heb uiteraard geen oordeel over waar mensen voor demonstreren. Als dat volgens de grondwet allemaal kan. En we hebben gelukkig een grondwet in het land die veel mogelijk maakt. Of je naar voor of tegen iets bent, kom maar. Maar ik vind het wel eens buitengewoon storend dat ik heel veel politie moet inzetten. En daarmee ook iets moet uitstralen. En in enkel geval zelfs een demonstratie gewoon heb moeten verbieden. Omdat de risico's te groot waren. Omdat anderen die demonstratie dreigen te gaan verstoren. Dan ben je eigenlijk twee keer fout. A, ik moet een demonstratie wat een grondwettelijk recht is beperken. Yeah. En B, er zijn mensen die andere medeburgers schijnbaar niet gunnen. Wat voor hen zelf wel een grondwettelijk recht. Want ja, en die niet komen demonstreren, maar gewoon komen kapot maken. Ik heb meegemaakt dat mensen die beroepen zich erop bij de politie. Ik mag hier mijn mening uiten. Maar vervolgens gaan ze wel de mening van een ander tegengaan. En dat is wel een teken destijds. Ja. Dat was 10 jaar geleden en zeker 15 of 20 jaar geleden. Was dat niet zo heftig zoals het nu is. Niet alleen in Nijmegen, maar ook hier. Ja. Er zijn ook kleine handhavingsuitdagingen. We hebben Nijmegenaren gevraagd om wat vragen aan u te stellen. En de eerste gaat daarover. Laten we even kijken. Meneer Bruls, wilt u zo vriendelijk zijn om te handhaven op het fietsen en boomfietsen op de markt? Dank u. Ja, de markt. Daar is het druk. Ja. En daar racen mensen doorheen met fietsen volgens deze meneer. En daar moeten ze tegen opgetreden worden. Ja, de markt, en dan heb je niet alleen de markt met kraan, maar ook de markt als hartje centrum, is natuurlijk een plek waar heel veel mensen komen. En zeker sinds de bussen niet meer mogen komen. Autoverkeer kon er sowieso natuurlijk in ieder geval niet meer komen, behalve zijn bestemming te hadden. Zie je natuurlijk dat ook fietsers, hoewel ze er niet mogen fietsen, toch wel graag gebruik van maken. Kijk, onze toezichthouders en politiemensen, als er eentje betrappen, ja, dan heb je dus wel wat pech.
Maar we kunnen het natuurlijk niet helemaal tegenhouden. Mensen zoeken toch vaak de kosten goed en ook van fietsen is het aangenaam om daarheen te gaan. Wat we natuurlijk wel proberen, waar we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd, is meer fietsenstalling. Want dat was vaak een volledige reden van, nou, ik moet naar die plaats en ik kan hier mijn fiets niet kwijt. Ik hoop wel dat dat gaat helpen, maar ik vrees voor deze meneer. Helemaal tegenaan zullen we het niet kunnen. Gaat het over de Burgstraat en de Augustijnenstraat, waar, u liet het al even horen, daar zijn geen bussen meer. Ja. Die gaan ook heringericht worden. Die dat bussen, ik dat nog kon meemaken. Die bussendiscussie als, heeft bijna uw hele burgemeesterschap geduurd. Nou ja, eigenlijk niet eens. En eigenlijk, nu het zo zeggen, het is eigenlijk, ik weet dat toen kwam in 2012, die discussie, even voor degene die niet zo thuis zijn. Hoe lang speelt hij al niet? Tientallen jaren? Ja. Ik weet dat ik als Nijmegenaar student was er al discussie van hoe moet dat met de binnenstad. Nou, kwamen de plannen in de jaren 90 waardoor die hele binnenstad is opgeknapt. En toen was er sprake van, we hebben het gehad over een kabeltram, we hebben het gehad over een tram, ook met rechtstreeks verbinding naar Kleef. Nou, de ene variant nog mooier dan de andere. Het is allemaal niet gelukt, hebben we moeten constateren. En ik vind het eigenlijk nog steeds wel verbazingwekkend dat die tientallen jaren discussie dan toch een paar jaar geleden is beëindigd. Doordat de bussen niet komt. En ik snap best wel dat er mensen zijn die dit jammer vinden. Maar laten we reëel wezen. Het uiterlijk van de stad, het verkeer in de stad. En zeker nu we die straten, Augustijnenstraat, ook nog wat mooier gaan inrichten op bezoekers. En wandelende, lopende bezoekers gaan we, denk ik, die stad nog aantrekkelijker maken. En sommige dingen gaan juist heel snel. Bijvoorbeeld als er een vluchtelingenstroom op gang komt. Want dan moet je echt meteen handelen. Dat heeft u een paar keer meegemaakt. We zitten nu in de Oekraïnse vluchtelingen die deze kant op komen. Maar al in 2015-16 kwamen een hele grote groep Syriërs deze kant op. Ja. En Nijmegen ontving ze volgens mij met open armen. Ja, dat is die augustus 2015, toen die vluchtelingenstromen Europa inkwamen. En was ook bij ons hier de vraag, gemeentebestuur, wat gaan wij doen? En toen kwam vrij vlot erop, op de derde dinsdag van september, ik zal het niet vergeten, telefoontje vanuit Den Haag, uit COA, de landelijke organisatie verantwoordelijk voor vluchtelingenopvang. Kunnen jullie niet een tentenkamp op Heumensoord maken? En toen hebben we echt heel snel moeten handelen. Wat ook aantoont dat hele grote wereldproblemen dan heel dichtbij komen. En dan kan een heleboel dingen kunnen heel snel. Daar waar andere dingen waarvan je denkt, nou, dat is misschien klein leed. Voor ons belangrijk, maar toch niemand buiten de stad is, maakt zich druk om. Daar kun je jaren mee bezig zijn. Dat is ook wel wonderlijk hoe wat er toen allemaal los is gekomen. Ook het enthousiasme van duizenden vrijwilligers in de stad die duizenden vluchtelingen zijn gaan begeleiden de hele winter lang. Ja, dat is wel indrukwekkend. Verbaasde u dat? Nou, ik was op zich niet verbaasd over de steun, maatschappelijk en ook politiek, om opvang te realiseren. Het was een uitzonderlijke situatie en ik wist wel van Nijmegen dat er heel veel mensen daarmee begaan zijn. Ik bedoel, we hebben al een AZC, we hebben vluchtelingen die opgevangen zijn, ook voor 2015. Maar dat het zo massaal en dan zo snel ging, heeft me uiteindelijk toch ook nog wel verbaasd. Ik dacht van, oké, zeg, je denkt je stad te kennen, maar het is nog beter dan je dacht. En dat geeft natuurlijk wel vertrouwen, want toen in dat vorig najaar en ook nu, ja, dan weet je wel van, oh ja, we kunnen wat. Wat ik er wel ook van heb geleerd, je moet wel opletten dat enthousiasme en die dragen van de stad niet te zeer te belasten. Je kunt dat niet een jaar of langer volhouden. Dat is wel iets wat ik met ook met wethouders wel goed in ons achterhoofd heb. Hoezeer we ook willen helpen, ook nu. We willen het ook wel overzichtelijk houden. We willen ook niet een overmatig beroep doen op onze medewerkers of op mensen in de stad. Want uiteindelijk is die draagkracht ook wel een keer eindig. En daarom moeten we de last ook verdelen. Moeten ook andere gemeenten het nodige doen. Hè? Die 3000 vluchtelingen die wij in 2015 opnamen, dat was echt uitzonderlijk. Dat voelde ook iedereen, ook in de rest van het land. Dat kun je niet voortdurend aan dezelfde blijven vragen om dat te realiseren. Duidelijk. Een hele andere vraag, weer van een marktbezoeker. Meneer Bruls, wat is uw lievelingsplek in Nijmegen? Waar komt u nou het liefste in de stad? Ik heb gemerkt dat hoe langer je woont, en zeker in mijn vak, dan heb je het ongelooflijke voorrecht, als ik al voorrechten heb, dat je op heel veel plaatsen komt en heel veel Nijmegenaren nooit komen. Dus dat is best een lastige vraag, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik hou het toch op de Waal
En ik vind vooral waar het kanaal, het Maas-Waalkanaal, uitkomt in de Waal of omgekeerd, hè, waar die afslaat van de Waal. Dat vind ik een magnifieke plek, omdat daar ook werklocaties zijn, hè, industrieterrein. Je ziet die ruwheid. De grens met Weert, zeg maar. Ja, die Waal en zeker die plek vind ik fascinerend. Wat dat betreft is het ook mooi om te zien hoe de oude industriegebied, waar ik als wethouder economische zaken meer dan 20 jaar geleden nog bij betrokken was. Er was nog allemaal bedrijvigheid, hoe dat zo langzamerhand omgeturnd is in een woon-werk gebied. En dat komt, de kracht van dat gebied zit toch echt langs de rivier. We hadden het al even over, u wordt geassocieerd met uw rol als handhaver, maar toch ook met uw rol in de coronaperiode. Die zin hebben we heel vaak gehoord. En toen kwam corona en toen veranderde het leven voor ons allemaal, ook voor u. U was burgemeester van Nijmegen, landelijk niet bijzonder bekend, maar vanaf dat moment wel. Hoe was dat om zoveel meer in de spotlight te staan? Het heeft vooral de bekendheid via landelijke media enorm gezweept. Ik heb dat eigenlijk pas, ook het eind van die eerste zomer, zo in eind augustus merkte ik, toen er ook wel behoorlijk wat lelijke reacties binnenkwamen. Toen begon ik in de gaten echt te beseffen van, god, dit is nou wat er gebeurt als je week in week uit via landelijke media bij mensen de huiskamer in komt. Op dat moment ging ik ook nog vrij redelijk talkshows af, dat doe ik inmiddels niet meer, om de boodschap maar te vertellen die er te vertellen was. En toen heb ik dat wel gemerkt dat daar consequenties voor jezelf denk ik, ik ben nog steeds wie ik ben en straks als het voorbij is, dan gaan we gewoon weer verder met de normale taken. En dat ben ik voor mezelf ook blijven volhouden, dat denk ik ook heel goed. Ik ben nooit gaan geloven in mezelf van, oh, moet je zien wat ik nou allemaal ben. Maar je merkt gewoon dat er inderdaad een andere benadering komt, ook als je ergens was of via een vergadering, werd je opeens aangekondigd als voorzitter van de Veiligheidsberaad, terwijl ik er al jaren was. En van tevoren zeiden ze dat niet. Nou ja, goed, dat is dan zo. Met die bekendheid komen ook vervelende dingen, vervelende reacties, bedreigingen zelfs. Ja. Werd dat erger gedurende die periode? Ja, ik kan echt wel het verschil merken na die eerste paar maanden. Ik zei zo in de zomer van 20 augustus, toen was het was qua bedreiging veel erger. Die kreeg ik in maart, april, die eerste fase niet zo. Er waren wel eens mensen met lelijke reactie, waren niet eens. Maar je merkte gewoon dat het erger werd. En na de dat gedurende het eind van het jaar met die lockdown ook heel heftig. Daarna werd het wel weer beter. Waarschijnlijk ook omdat er toen die routekaart kwam, in het voorjaar van 2021. Ja. Dus zeg maar een jaar geleden werd meer versoepeling. En wij hadden daar vanuit Veiligheidsraad hard voor gepleit. Voor jongeren, voor horeca. En dat voelden mensen wel. Daar kreeg je ook reacties op. Ik vond het moeilijkste eerlijk gezegd afgelopen najaar, zo september, oktober, toen toen ging het even wel, er zijn een paar dingen gebeurd waarvan ik dacht, nou, dit is niet nodig. En wat toen wel heel belangrijk is geweest, is dat vanuit het college, de wethouders en later ook de gemeenteraad, publiekelijk tot die zijn opgestaan en unaniem hebben gezegd, blijf af van onze burgemeester. Dat heeft me heel erg goed gedaan, dat heb ik heel erg gevoeld. En ik weet niet, het zal wel toeval zijn geweest, maar toen is het echt een tijd, weken, gewoon rustig geweest. Toen kwamen er eigenlijk vooral alleen de positieve reacties. En dat merk ik tot op de dag van vandaag. Er zijn ook alweer lelijke reacties daarna geweest. Het was maar een tijdelijk dempend effect. Maar het heeft toch veranderd. Als ik nu nog een reactie krijg, is het iemand, nou, ik merk het afgelopen dagen een keer. De uitmarkt, de Koningsdagmarkt in het Goffer. De Goffer, door de mevrouw die langfiets stapt af, komt een hand geven en zegt bedankt. En top dat je ervan bent opgekomen. Dat soort reacties. Een ambtenaar van de gemeente Almere, ik was bij de opening van de Floriade daar, en die bedankte me. Ik zeg, wat bedank je me daarvoor? Nou, voor al de inzet de afgelopen 2 jaar. Ja. Nu noemt u een paar voorbeelden van mensen, laten we zeggen, driedimensionale mensen die u heeft ontmoet en die een reactie geven. Maar je hebt natuurlijk ook de hele internet, de social media. Ja, maar daar doe ik, goed voor degene die weet, ik doe niet in social media. Dus als je denkt dat Twitter mij te beledigen, bespaar je de moeite, want ik lees het toch niet en ik ben er ook niet in geïnteresseerd. Dat doe ik heel bewust. Alles wat tegenwoordig de afgelopen paar jaar op social media gebeurt, waar heel veel kritiek op is. Als ik al iets goed heb voorspeld in mijn leven, ik heb een heleboel dingen nooit goed voorzien, dan ben ik de eerste te doen. Maar dit heb ik wel altijd voor de dag al 5 jaar geleden. Die social media zijn asocial media. Die gaan ons leven niet verbeteren. Het heeft voordelen. Die doen meer kwaad dan goed. Die doen meer kwaad dan goed. Het maakt niet de kwaliteit van ons leven beter. Ik snap ook wel, wij maken als gemeente en veiligheidsregio ook gebruik van als er ergens een calamiteit is en je wil een bericht snel uitzetten, is het een prachtig medium. Ja. Maar het wordt zodanig overheerst
door wanklanken. Alleen maar meningen, geen feiten, door trollen en weet ik wat we allemaal van benaming hebben. In deze wereld desinformatie, belederingen, bedreigingen, het voegt te weinig toe. Ik lees liever een goed boek of lees een serieuze website, serieuze nieuwswebsite. Ja. Als je al niet geïnteresseerd bent in nieuws, vind ik dat je ook non-nieuws niet moet rondbezuiden. Dan is het even 2-1. Dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je niet baseren op je eigen bubbel, want dat is wat bij veel mensen overkomt, het social media. Dat is misschien nog wel het meest bedreigende van social media, dat je in de bubbel zit, waardoor je alleen maar bepaalt zogenaamd nieuws of zogenaamde feiten. Door het algoritme op jou afgestemd nieuws. Hè, als jij alleen maar geïnteresseerd bent in die jurken van die Hollywoodsterren, dan wordt je hele nieuws, je wereld daardoor gezien. En ga je misschien verwachtingen aan je eigen leven geven die gewoon niet reëel zijn. Want ik, ja, misschien een teleurstelling voor heel veel jonge dames en heren, maar er zijn maar heel weinig mensen die een Hollywoodster worden. En u ontmoet heel graag echte mensen. Zo is wat u al zei, echte reacties van echte mensen in de stad. Ja. Daar besteedt u sowieso veel tijd aan. Want u gaat regelmatig naar buurthuizen en naar wijkcentra, naar andere openbare gelegenheden om in gesprek te gaan. Ja. Waarom besteedt u daar zoveel aandacht aan? Het is een van mijn essentiële taken om mensen te ontmoeten en ze te huldigen als er iets te huldigen is. Als ze een onderscheiding krijgen of een mooi jubileum. Maar ook ernaast te staan om te laten zien dat er slechte tijden, als er een ernstig ongeluk is gebeurd, of het zit eens tegen in het werk of als sportclub, hè, dan moet je er ook zijn. En ik leer er ook ontzettend veel van. Juist door die veel verschillende mensen organisaties ontmoeten, kan ik iets laten zien van, hey, de overheid is er. Ook al kan de overheid je misschien niet met geld. Ja, dat is de ene kant op. Maar u zegt, ik leer er ook van. Ik leer er ook veel van. Ja, want omdat je veel, je merkt toch, als je ergens bent, is het toch anders dan als mensen je een mail sturen. Ja. Of je hebt via een call of zo even contact. Als je ergens bent, dan kun je bij wijze van spreken letterlijk opsnuiven van, wat is hier aan de hand? Hoe woont iemand? Hoe werkt iemand hier? Hoe ziet dat bedrijf er nou uit? Een laatste belangrijke vraag. En die gaan we laten stellen door een Nijmegenaar weer. Goedemorgen, meneer Bruls. Ik zou graag willen weten hoe lang u nog in Nijmegen blijft. Van mij mag u heel lang blijven nog. Dank u wel. We hebben een fan zijn we tegengekomen, meneer Bruls. Ja, als iemand vraagt hoe lang je nog blijft, maar wel gelijk zegt van nog lang blijven, dan krijg je beloof maar gewoon dat u tot u heeft de mooiste baan van Nederland. Waarom niet? Waarom gewoon van tot Nederland, uw pensioen? Van Nederland wil ik niet zeggen. Wat maar is een mooiere baan in Nederland? Nou, weet u, het is niet een kwestie van mooi of niet mooi, maar 10 jaar burgemeester, dat betekent normaliter nog 2 jaar, hè, dan is ja, de tweede periode. Burgemeester worden voor 6 jaar voor 6 jaar. Je zit nu in uw tweede periode. Tweede periode. Je mag toch dan je pensioen van burgemeester, is dat 70 jaar, dan moet je in Nederland verplicht ophouden burgemeester zijn. De koning mag eindelijk dus doorgaan, maar de burgemeester moet op zijn 70ste stoppen. Ik heb het niet bedacht, maar zo is het. Kijk, ik heb altijd gezegd, als je heden ten dagen in de hectiek van politiek bestuur, wat Nederland ook is, dan is als je 8-10 jaar dit vak doet, en ook in een stad als Nijmegen, waarvan alles anders, dat is best een hele tijd. Daarom is niet gezegd dat het over 2 jaar ook gedaan is, maar laat ik zo zeggen, volgend jaar, want dan moet ik samen met de raad ook bepalen van gaan we nog een keer een rondje doen, want dan moet er een hele die procedure, hè, dat is niet vanzelfsprekend dat ik mag blijven. Dus ergens in de loop van volgend jaar, dan zal wel de knoop doorgehakt worden of ik nog een keer wil opgaan voor een derde termijn of dat de tijd wordt voor iets anders. Maar ik merk aan mezelf dat ik nog net zo gemotiveerd en inzet heb als 10 jaar geleden. Ik profiteer van de ervaring en al de mensen die ik heb leren kennen. En aan de andere kant, ik denk dat niemand me kwalijk kan nemen en zegt van ja, steeds hetzelfde blijven doen, dat is op je 56, daar ben ik nog iets te jong voor. Nou, we gaan het merken over pak een beetje een jaar. Heeft u mensen om u heen die u vertellen, die u daarin adviseren? Ja, dat hoop ik wel. Want zelf ik heb je het misschien niet door als je ergens. Nee, dat klopt. Ik vraag het wel eens aan iemand. En zeker in de directe omgeving. En mijn vrouw is daarin zonder meer een hele belangrijke indicator. En wij hebben het reuze naar onze zin in Nijmegen. Maar nogmaals, na 10 jaar en zeker na 12 jaar. Ja, dat je jezelf de vraag stelt van, is het wel verstandig? Zowel voor mezelf als voor de stad. Al de mensen waarvoor je het doet om nog eens een keer te doen. Die vraag vind ik wel heel logisch. Die is wel hartstikke logisch vergeleken met na 6 jaar. Na 6 jaar was voor mij duidelijk, ik wil graag naar door gaan. En nu speelt uw vraag wel. En nou ja, volgend jaar moet daar een antwoord op komen. Ja, dus die knoop heeft u ook nog niet doorgehaakt? Nee, want of ik heb het reuze.
Nou, de zin. Ik bedoel, als ik kijk, het voordeel nu is. Kijk, op een gegeven moment moet je ook afvragen. Waarom zou je een ambitie moeten hebben om steeds iets anders te doen? Om nog meer of weet ik wat te gaan doen? Als iets goed gaat en mensen vinden dat ook en je hebt er plezier in. Je kan het verschil ook af en toe maken. Ja, dat zijn wel dingen die voor mij tellen. Ik heb genieten. Ik heb bijvoorbeeld vaak de vraag, moet je niet naar Den Haag toe? Ja, u komt vaak op lijstjes voor als er ministerschappen openstaan. Ik moet zeggen, in de loop der jaren heb ik er eerder minder mee dan meer mee. Als ik zie wat ik nu kan doen, zeker op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hoe je actief bent. Ik werk heel veel samen, zeker met de minister van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Ik bedoel, meer dan ooit tevoren. Ik zie ook wat van 100 job dat is en wat je wel of niet kunt doen. Uitdagend vak, zeg nooit nooit. Maar dan is inderdaad, hij heeft uw eerste vraag, het is misschien de mooiste baan van het land. Ja, er zijn niet heel veel mooiere jobs dan dit te vinden. En zeker niet als je de Nijmegen mag zijn. Dank u wel. Graag gedaan.